We hebben meegedaan aan het project Pimpje Speelplaats, omdat ik hier als leerling zelf de speelplaats heb gekend. En die speelplaats was helemaal niet aangenaam toen. Dus daar is de motivatie gekomen om mee te doen aan het project. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen vandaag een aangenamere speelplaats hebben. Een speelplaats waar dat ze dus kunnen spelen en waar dat er dus ook al wat meer kleur op te zien is. We zitten hier kort tegen Brussel en je hebt hier heel weinig nog groene plaatsen. En onze leerlingen die komen ook vaak uit Brussel, dus die kennen dat ook niet. Als je een goede speelplaats creëert, waar dat de leerlingen hun pauze mogen doorbrengen, dan moet je ook ervoor zorgen dat dat een aangename omgeving is voor die mannen. Want dat is hun enigste pauze dat ze eigenlijk hebben. De rest hebben ze altijd les en moeten ze luisteren. Maar daar moet je echt een omgeving creëren die, die voor hen fijn is. Waar dat ze echt kunnen genieten van hun pauze. We hebben eigenlijk uit oude bakken, die hebben wij gaan recycleren. En daar hebben wij bloembakken mee gemaakt. Waar dat we dus onder andere planten in zetten en ook kruiden in planten voor de leerlingen. Die worden dus ook gebruikt in de lessen voeding. Zij leren ook diverse kruiden kennen. Zij kunnen dat dan ook visueel zien. Veel leerlingen kennen dat niet. Ze denken dat kruiden in de winkel groeien. Wij hebben ook een insectenhotel, een volledige groene haag eraan geplant. Zwaluwnesten opgehangen aan een van onze gebouwen. Willen we daar echt wel wat biotoopstudie kunnen doen, dus voor de lessen natuurwetenschappen, biologie. Zodat we daar wat onderzoek kunnen doen naar wateronderzoek, naar plantenonderzoek en dergelijke. Mijn ideale speelplaats ziet eruit dat er nog veel meer groene elementen moeten komen. Ik zou heel graag meer bomen op mijn speelplaats, op onze speelplaats zien verschijnen. Ook wat meer kleur, wat meer graffiti-achtige toestanden zou ik willen proberen in te brengen, zodat dat speelsere karakter tevoorschijn komt. Ik vind het nog altijd wat te grijs, maar als je ziet van waar dat we komen, is dit wel al een zeer mooi begin. Iets wat we toch gerealiseerd hebben op 2 jaar tijd. Dat is misschien lang, maar voor een school als onze, waar dat je zoveel leerlingen hebt en zoveel collega's hebt, vind ik dat we dat op een zeer korte termijn toch wel goed hebben gerealiseerd.